Nou, er waren letterlijk enkele mensen die online zich afvroegen. God, wat is Peter zijn eerste reactie op de verbouwing die Tom heeft doorgevoerd op GDHQ. Nou jongens, we gaan het nu zien hoor. De eerste reactie van de eindbaas. Oh, 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 oh. Ziet het best... Waar is Tom eigenlijk? Sfeerde. Nice, nice afkorting. Ja. Sfeerbeelden bedoelde die, hè? Maar hij is gangster, dus dan doe je het korter. Hey, Keo. Yo. Hey, Ricardo. Hallo. Hey, ik vind het mooi, man. Ja? Cassie? Op zich wel, hè? In plaats van dat hoopje kabels. Hou jij mijn kastje even vast? Ja. Wel, mooi. Nee, hartstikke goed. Leuk. Ja. Nou, ruim maar weer op, want... Hey, wij hebben op een gegeven moment een soort van wedstrijd. Oeh, jeez, mijn haar is het echt... Scheef. We hebben op een gegeven moment een soort van wedstrijd. We hebben een soort wedstrijd op een gegeven moment. Wie is de grootste hipster? En Tom heeft net 10 punten gescoord. Door mij, wat heel lief is, uit te nodigen bij de... Dogma. Dogma. Wat voor restaurant? Een hotdog restaurant. Een hotdog restaurant. Kijk, we zijn... Kijk, hotdogs aan het eten. Mm-hmm. En, oh sorry, dat is mijn hand. En je weet dat je hipsterfriet eet als de schil er nog om zit. Te lui om even te schillen. Oh nee, er zitten alle vitamines in, sorry. Natuurlijk. Ja, vitamine C, D, andere letters. Maar het is wel heel lekker. Mmm, pico ja. Er mag geen hap op, maar het is heel lekker. Het ziet er al goed uit. Ik zweer, ik ken deze plek. Ik heb dat gehoord van een via wat dit plekje was, maar echt een aanrader. Ja, ze zijn op underground. Ik hoorde dat ze laatst reclame gingen maken om groter te worden. Vangen levens. Ja, ja, ik vond ze leuker toen ze nog niet zo commercieel waren. Ja, TripAdvisor heeft ze nou opgepakt. Ja, later nog maar. Jongens, op dit moment zijn we bezig met opnames voor een nieuw item rond Daniel. Het item heeft iets te maken met For Honor en Vikingen. Het is Akeo natuurlijk dik aan het filmen nu. En Daantje is nu... Wat ben je aan het kijken, Daan? Wiki de Viking. Vind je het vet? Ja, het is jeugdsentiment, dus dat is wel... Ja, ik zie dat je ook helemaal aantekeningen maakt. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja ik krijg vragen natuurlijk. Ja, het is heel bijzonder. Kutserie, hè? Oké, hoor. Akeo en Ricardo moesten de vragen maken. Dus die moesten eerst van tevoren echt die serie en kijken. Akeo zegt, het is eigenlijk een kutserie. Dat we dit vroeger leuk vonden. Soms ontstaat een idee. Zomaar vanuit het niets. Je zit maandenlang te denken, hoe gaan we dit eigenlijk aanpakken? En dan heb je het opeens. En dat kan heel simpel zijn. Nou zit ik op dit moment in onze e-sports studio waar we ons e-sports nieuws opnemen. Daar komt ook echt nog wel het e-sports jersey te hangen. Want ik heb inmiddels een lijst besteld waar het shirt in komt. Maar wij zaten elke keer te denken. Deze desk is eigenlijk te klein om daar beeldschermen op te zetten. Om de e-sporters te volgen. Om echt verslag te doen van de Gamers at Rebels. Totdat we opeens bij de IKEA iets super vet zagen. Het is heel simpel. Simpeler kan niet. Maar het zijn gewoon wieltjes onder een kast. Wat echt super handig is, want als je dan het e-sports nieuws gaat opnemen, dan rij je het weg. En als we de Rebels gaan verslaan, dan rij je hem terug. En dan heb je hier gewoon je setup. Hoe vet is dat? De vlog is maandag, dan is dit item nog niet live. Dus ik wil eigenlijk nog niet verklappen wat we hier aan het doen zijn met Daan. Ja. Maar hij gaat wel vermorzeld worden. Echt, hoe ik het net beschreef, een beer met een megazwaard. Met een megazwaard. Een beetje rocken, of nu gaan we wel een beetje rocken wat daar gaan doen, maar... ik heb geen medelijden. Of ik heb wel medelijden. Komt eigenlijk op neer. Daar gaat dood. Daar gaat dood, ja. Vet. Binnenkort, hè, zie het item ook dat hij doodgaat. En de uitvaart. Hij wordt op de middenstip begraven van de hockeyvereniging in Bunnik. Daniel is nu bezig met een epische warming up. Hij wordt helemaal gek. Het is zo ontzettend zwaar. Akeo is hier aan het filmen. Daar zie je Daan, vierde in de rij. Het is echt heel zwaar. En dan is het weer maandagochtend en zit je op de fiets. Check dit. Voor weer een nieuwe week.
om de afkondiging te doen van de vlog, want dat deden we vroeger vaker en toen opeens niet. Toen appte Akeo net van, wil je het ook doen voor deze vlog? Nou, vooruit. Bedankt voor het kijken, super vet dat je er was. En geef ook een likeje en zo als je dit via YouTube checkt. En kom volgende week terug, want we hebben volgende week content rondom Daniel, die Viking wordt. We hebben content van Horizon Zero Dawn, daar gaan we naartoe. En volgend weekend is Crew uitje, dus we hebben echt een super vette assen vlog. Tot volgende week.